Hallo lieverds, daar ben ik weer eindelijk, want ik heb jullie heel erg gemist. En ik weet dat ik het natuurlijk niet hoef te vertellen, maar ik ga toch eventjes doen waarom ik de laatste tijd wat afweziger was. Ik heb super veel berichtjes gekregen van lieve kijkers, of alles al goed met me gaat, of ik gestopt ben met vliegen. En ik heb zoveel mogelijk van jullie proberen te antwoorden, maar helaas is dat natuurlijk niet allemaal gelukt. Ergens in november was mijn laatste video en daarna ben ik er 6 weken uit gegaan. Dit in verband met mijn contract en niet omdat ik dat wou natuurlijk, maar dit is mijn contract. Dat heet een min-max contract. En dan moet je er in de winter 6 weken uit. Dan heb je een einddatum wanneer je eruit moet, maar ook gelijk weer een startdatum wanneer je mag beginnen. Dus dat is wel een vast contract. Daarna heb ik corona gehad en daarna werd mijn vakantie ingedeeld. Dus vandaar dat ik eigenlijk een hele lange tijd niet heb hoeven vliegen. En toen had ik ook eventjes pauze genomen van mijn YouTube kanaal. Maar ik blijf beloofd niet meer zo lang weg en ga leuke video's voor jullie zo snel mogelijk allemaal weer uploaden. Dus bij deze de eerste. Ik heb weer een super drukke planning, dus jullie neem ik gelijk weer mee in de drukte van mijn leven. Ik beloof het ook dat ik niet meer zo lang daaruit ben en ga zoveel mogelijk leuke content weer voor jullie maken. Vergeet vooral eventjes niet te abonneren op mijn kanaal, alvast een likeje te geven aan deze video en een comment achter te laten. Want echt waar, ik heb jullie heel erg gemist en super lief, echt waardeer ik heel erg voor de mensen die mijn berichtje hebben gestuurd of alles goed ging. En we gaan weer een hele leuke week tegemoet. Ik begin met vliegen weer en mijn recurrent, mijn jaarlijkse toets. Die wordt waarschijnlijk in de volgende video geüpload. Want we gaan weer lekker vliegen. Dus ik neem jullie weer mee. Een hele goede morgen. Ik moet een beetje opschieten, maar ik drink altijd wel eventjes een shakey voordat ik ga. Want anders kan ik echt niet weg. Dat is echt een tik dat ik gewoon echt moet eten voordat ik ga werken. Ik heb mijn boterhammetjes klaarstaan en een koffietje. Dus ik ga lekker opschieten en dan ga ik naar Malaga. En dan landen we terug op Amsterdam. En dan hebben we met de hele crew gezellig een taxirit terug. Het liefst land ik terug op Rotterdam. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dus let's go! Goedemorgen jongens. Nou, daar zijn we natuurlijk weer. Na 2,5 maand. En ik ben hartstikke blij dat ik weer mag vliegen. Het klinkt echt vet raar om te zeggen dat ik zo lang niet heb gevlogen. Maar vandaag, zei ik al, Rotterdam, Malaga, Malaga, Amsterdam, Amsterdam, taxi terug naar Rotterdam. Het is echt mega rustig en ik ben mega moe, maar ja, dat ben ik. Ik ben gewoon geen ochtendpersoon en dat ga ik ook nooit worden, denk ik. Het is super rustig, want er gaat maar één vlucht en die gaat naar Malaga. Nou, daar zijn we jongens. Alsof we nooit weg zijn geweest, dat is echt waar hoor. Ik, heb er helemaal zin in. Case behandelen. Ja, gaan we Rotterdam naar Malaga. En hier zie je het aantal passagiers. En de +3 is de baby's. De vluchttijd en de aankomsttijd. Hier kom je dus aan in de crewroom. Hier gaan wij brieven. En, we hebben geen bijzonderheden. Zo ziet dat er dus uit. Superleuk aan de baan. En hier zie je dan ook vliegtuigen opstijgen. Hier staat altijd de cockpit te brieven. En lekker koffie. Nou, hier gaan we dus bespreken hoe de vlucht gaat, of er nog bijzonderheden zijn. En doen we altijd de flight safety vraag die we goed moeten beantwoorden voor de vlucht. Want wij moeten altijd up-to-date zijn over onze flight safety. En ook wij moeten natuurlijk door de security. Dus ik wacht eventjes op mijn collega's en dan zijn we klaar om de luchthaven over te gaan en op zoek naar ons toestel. Oh, hij is heel vet ingezoomd. Oh, ja, daar zijn we weer. Nou, we zijn aangekomen in het vliegtuig. Nu gaan we alle bagagevakken als eerste open doen en de flight safety controleren. Hier liggen bijvoorbeeld zuurstofflessen op overwing. Die moeten al gelijk gecontroleerd worden. Ik ga nu alle bagagevakken openmaken, zodat de passagiers direct de bagage erin kunnen stoppen. De flight safety controleren en dan zijn we ready om te beginnen, jongens. Helemaal zin in. Dragen we eventjes dit mondkapje. Eventjes, normaal moeten we die van Transavia dragen, maar afgelopen keer heb ik zo hoofdpijn gekregen. Dus ik heb gevraagd of ik een ander mondkapje mag dragen. Daarvoor heb ik toestemming gekregen, dus dat vind ik heel erg fijn. Nou, ik ga eventjes mijn collega achterhelpen en dan zie ik jullie zo meteen weer. Nou, hier zie je de zwemvestjes voor de baby's.
extra seatbelts, extra oxygen masks en extra lijfvesten voor de adults. En deze moeten we voor elke vlucht tellen. Ja, je hoort het goed, tellen en eventjes checken. Nou zie je maar dat het tellen dus heel erg goed is, want we komen 1 zuurstof oxygen tekort. Dus dat ga ik nu eventjes doorgeven aan de captain. En dan ga ik weer naar achter verder met de bezigheden, maar dan geef ik het even door en dan regelt hij het verder. Nou, ik heb het doorgegeven. De Cody wordt ook weer ingewerkt omdat ze captain gaat worden. Dus voor haar was het eventjes nieuw. Nou ja, nieuw, die moet het nu natuurlijk allemaal gaan regelen. Dus, ja, dat is nu eigenlijk aan hun. Ik heb het pinapparaatje voorgehaald en wij gaan ons klaarmaken voor de vlucht. Het masker die is aangeleverd, dus die ga ik opbergen en dan kunnen we weg. Ondertussen heb ik de bak weer opgebouwd. Ik hou er altijd van om 's ochtends niet te veel erop te zetten. Dus lekker water en broodjes. En we hebben een nieuwe menukaart.
inderdaad gewoon heel erg leuk vind. Mensen kennen mij ook als iemand die gewoon vaak niet de mond houdt. En ja, dat ben ik gewoon. Maar ik vind het gewoon super leuk om mensen te kletsen. Elk foutzaal veranderen ze de menukaarten en de boekjes. En ook weer sta ik in dit boekje waar ik super blij mee ben. Ik sta nog steeds op. En ik sta hier. Voor vragen kunt u terug bij de cabinebemanning. Met mijn allerliefste Wouter. Daar deden we de Transavia reis mee. En het allerleukste is nog, in het volgende boekje sta ik ook met meer een stukje tekst. Dus mocht je met Transavia vliegen, you will find me. Ik denk vanaf april. Dus dat, ik vind het gewoon leuk om mezelf uit en terug te zien. Ik ga eventjes mijn drinken opdrinken en eventjes kijken bij mijn collega's voor. Ik heb een afval net opgehaald. Mijn collega is de sales aan het doen. En het is een best wel rustige vlucht. Sowieso vind ik soms ochtendvluchten wat relaxer dan de middagavondvluchten. Mensen bestellen wel, maar toch soms naar mijn idee wat minder. Maar dit verschilt per bestemming en gewoon echt per vlucht. Dus het kan echt totaal anders zijn dan de andere vlucht. Ook ga ik nog eventjes leren, want ik heb maandag heb ik mijn jaarlijkse toets. Dus zo ziet mijn dag er een beetje uit. Oké, nou ondertussen heb ik eventjes lekker gegeten. Drink ik weer eventjes een lekker kopje warme water. En superleuk. Er zit dus een jongen aan boord en die gaat voor het eerst alleen naar Malaga. Voor het eerst naar een hotel en voor het allereerst vliegen. Dus daar had een gezellig plaatje mee en die gaf me dit boek. Invullen. Dus dat ga ik doen. Echt, ik vind het zo leuk als mensen zo ondernemend zijn. Dus ik ga straks ook nog eventjes naast hem zitten en een kletspraatje maken. Ik heb hem al een beetje kunnen invullen, maar ik ga hem nog eventjes afmaken. En dan breng ik hem terug en dan ga ik eventjes naar voren en dan ga ik eventjes lekker met Simon kletsen. Nog eventjes een leuk beetje, want dit is de emergency exit panel. Als dit lampje brandt, collega naar collega gebeld. Dus dan wordt bijvoorbeeld van achter naar voor gebeld of van de cockpit. Dus zo weet je, als je het belletje bijvoorbeeld hebt gemist en het lampje brandt, dat er dus iemand belt. Maar de blauwe geldt, als er een passagier op het belletje heeft gedrukt, dan gaat het belletje af en gaat het blauwe lampje branden. We hebben wel verschillende soorten belletjes. Als een collega belt, dan hoor je ding dong, om haar eventjes zo te zeggen. En als een passagier belt, hoor je maar één keer ding. Als de cockpit belt, dan hoor je ding dong, ding dong. Dus zo kan je ook onderscheiden wie het eigenlijk wie er belt. En zoals je ziet is er ook een oranje. En deze is voor als iemand op het toilet op het belletje drukt. Vaak gebeurt dit per ongeluk. Maar natuurlijk moet je altijd dit wel serieus nemen, omdat er ook echt wat aan de hand kan zijn. Dan lopen we naar de deur, kloppen we op de deur, vragen we alles goed. Vaak hoor je dan, oh sorry, het ging per ongeluk. Maar als je natuurlijk geen gehoor krijgt, dan kunnen we de deur openmaken en dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Dit is met mij gelukkig nog nooit voorgekomen, maar dit soort dingen moet ik wel altijd super serieus nemen. Dus dat betekent het. En dat hangt dus hierboven. En dat hangt in de voorpantry. En in de achterpantry. Want ik ga even lekker een soepje eten. Want dat ging eigenlijk. Ik zei, hey, water drinken, maar ik ga lekker een soepje drinken. En dan ga ik een boekje inleveren aan de jongen. Want die gaat vast helemaal blij zijn. Hurry, hurry. Het is ons gelukt. Het is ons gelukt. Wij gaan nu super snel van kist wisselen. Ze zijn daar al voor ons aan het instappen. Dus dat is super fijn. Dus wij kunnen zo gelijk gaan vertrekken. Let's go to Rotterdam terug. Kijk, daar staat hij al. We hebben de sluiproute. Ondertussen zijn ze hier bezig met in- en uitladen. En wij gaan weer naar boven. Nou, hallo lieverds, daar ben ik weer terug. Het was een beetje druk en we hadden gezellig gekletst. Dus vandaar dat ik eventjes niet meer was teruggekomen op de vlog. We staan op Rotterdam, gelukkig. Dus ik heb geen taxirit meer die ik hoef te doen. Daar ben ik super blij mee. Maar ja, als het zo is, dan is het zo. En dan, ga ik daar niet om zeuren. Dus ik ga lekker op naar huis. Dan duik ik mijn bed in. En dan ga ik vanavond nog eventjes proberen te sporten. Morgen sta ik weer stand-by. En er stond een vlucht open. In ieder geval twee poppetjes die misten. Dus er is een kans dat ik word opgeroepen. Sta ik van 9 tot 5 stand-by. Dus misschien neem ik jullie morgen mee. Dus als ik er morgen niet ben met vliegen. Dan ben ik er gewoon met een thuis video update. Dat ik niet hoef te werken. Dus ik hou jullie op de hoogte.
Dus ik ga lekker naar huis rijden en mijn bed in. Ik merk altijd dat er ook heel erg veel interesse is in mijn kleding. Nu heb ik een leuk pakketje van Chiquelle mogen ontvangen. En dit ga ik dus eventjes aan jullie laten zien en samen unboxen. Ik heb nog niet gepast, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het zelf ook zit. Zelf wist ik eigenlijk nooit zo goed wat ik van Chiquelle moest verwachten. Maar ik zweer erbij, deze kwaliteit is echt super goed. Ik heb hier een oversized hoodie. Met capuchon. Dit is volgens mij een XS. Dus hij is echt mega oversized. Ik ga hem zo eventjes aantrekken voor jullie. Hij is in ieder geval super zacht. En ik vind het gewoon heerlijk om eigenlijk in dit soort hoodies te sporten. Lekker oversized. Maar het is ook heel erg leuk om te combineren met een pak. En dat ga ik zo eventjes voor jullie doen. Zoals ik hem zou combineren in het dagelijkse leven. Ja, naar de sportschool kan iedereen deze combineren. Maar omdat ik niet kon kiezen tussen de kleur, heb ik hem ook in lichtgrijs. Ook met capuchon, ook maat XS. Ik dacht, ik gok het er maar op, want er stond oversized bij. Deze trek ik nu ook eventjes voor jullie aan. Dan zien jullie ook hoe ik die zit. En ja, deze zou ik ook onder alles combineren. Eigenlijk, het is gewoon een lekkere oversized hoodie. Dit is hoe ik de hoodie zelf zou stylen. Ik vind het leuk, want hij is oversized. Heeft twee zakken. Zoals ik al zei, een capuchon. En ik zou hem dus dragen met een pak. Leuke sneakertjes eronder. En dan kan je hem eigenlijk overal naartoe aan. Doe hem ook eventjes uit. Dan zie je hoe die echt valt. Zoals je ziet is die echt oversized. Ik zou hem zelf dan het jasje niet uittrekken erbij. Maar dan zie je in ieder geval hoe die staat. Dan nu eventjes de grijze aan. En zoals jullie zien is dit de grijze hoodie. Mijn voorkeur gaat toch wat meer naar grijs, maar ik hou gewoon van grijs. Nou, dit is hetzelfde model, nogmaals XS. En deze vind ik heel leuk te combineren met een korte sportbroek. En daarnaast nog witte gympies. Ik vind het heel erg leuk altijd om een korte sportbroek eronder aan te trekken. Uiteraard kan je ook een lange doen. Maar ik dacht, ik laat jullie ook gelijk eventjes verschillende lookjes zien ermee. Dus dit is de hoodie. En hij is ook echt vet zacht van binnen. Ook deze heeft twee zakken. En ze hebben deze sowieso in allemaal verschillende kleuren. Dus mocht je wit of grijs niet leuk vinden, dan hebben ze nog genoeg kleurtjes. Dan gaan we door naar dit super schattige blouseje. Ik vind het een beetje lastig te laten zien. Dus ik denk dat je het beter kan zien als ik hem aan heb. Maar dit is niet zomaar een blouseje. Hij is dus getailleerd aan de onderkant als een soort van corset. Dus daar ben ik wel echt super benieuwd naar. Deze vind ik echt heel erg leuk om s'avonds aan te doen. Hier draag ik een S'je van. Ik ga hem eventjes aantrekken, want dan kan ik er wat meer over vertellen hoe die zit. Hier een blouseje. Ik ben er echt helemaal weg van. Het heeft hele leuke mouwtjes. En zoals ik al zei, het is een blouse met een soort van corset. Ik heb nu een beetje een lage skinny aan. Nou ja, laag. Die heb ik niet, maar zoals je ziet, hier nog een klein randje. Misschien als ik uit eten ga of zo, zou ik er een hogere op doen. Maar ik vind het eigenlijk wel weer leuk dat je dat hele, hoe moet ik het zeggen, corset dingetje ziet. Zo zou die zitten als die een wat hogere broek heeft. Ik vind altijd wit heel erg leuk te combineren met spijker. Dus vandaar dat ik voor spijker kies. Ik vind hem echt top. Eén ding, size up. Dus ik heb nu een S aan. Hij zit hier behoorlijk strak en ik kreeg gewoon bijna niet dicht. Dus mocht je deze willen bestellen, deze moet je echt een maat groter nemen. Want hier past het allemaal. Ook bij mijn schouders. Dit is gewoon de achterkant. Maar dit is gewoon strak. En als je uit eten gaat of zo, dan blow je gewoon up. Lekker, lekker gesproken. Maar in ieder geval, ik ga altijd uitzetten bij mijn buik. Dus ik knal gewoon dadelijk uit die knoopjes. Maar dit is echt, stofje is echt lekker. Want normaal gesproken hou ik niet van blouses. Maar deze is al denk ik een van mijn fave. En last but not least, een leuk wit shirt met touwtjes aan de zijkant. Ook deze stop is echt super fijn. Volgens mij schijnt hij niet heel erg door. Dat vind ik altijd wel belangrijk, want bij witte shirts schijnt het eigenlijk altijd snel door. Ook deze heb ik in een S. Eigenlijk al mijn shirts draag ik altijd in een S. En ook deze kwaliteit is echt super fijn. Ik denk dat ik deze, oh kijk. Je hebt van die handgaatjes erin. Geen idee
Ik zou hem daar niet mee dragen. Maar mocht je een sportief stijl willen, dan kan dat uiteraard. Het is echt heel leuk. Deze zit ook super lekker, zoals ik al zei. Je kan je handen erin doen. I don't know. Dat is niks voor mij, maar hier heb je met, hier heb je zonder. Deze draag ik met deze broek. Deze broek is ook van Chiquel. Die draag ik in een S'je volgens mij. Een S. Want hij is echt super groot. Dus dat is echt lekker. Hier heb je ook een bijpassend shirtje op. Ook in deze kleur. Maar ik vind het wel super lekker om met deze witte te dragen. Als je ziet, hij schijnt eigenlijk ja, een klein beetje door. Maar op zich als je een huidskleurige BH eronder doet, moet dat helemaal goed komen. Ook deze kan je een maatje groter nemen. Maar ik, ja, hij stretcht heel erg. Dus voor mij hoeft dat niet. Ik vind het heel erg leuk dat je, als je dat niet prettig vindt, kan je hem dus wat langer maken. En hier gewoon knoopjes in doen. En anders kan je hier zo aantrekken en knoopjes. En ik vind dat altijd wel leuk als hij dat zo valt. Maar dan weet je dat hij op verschillende manieren te dragen is. Mocht je het niet zo fijn vinden om een blote buik te hebben, dan kan je hem dus wat langer dragen. Dus ik ben helemaal blij ermee. Mocht je nou meer outfit inspiratie dingetjes willen zien, laat het me dan gerust weten. Want dan weet ik dat ik het de volgende keer weer kan gaan doen. En dan stel ik nog eventjes wat nieuwe outfits voor jullie samen. Ik ga weer lekker naar bed, want het was al avond. Ik dacht, laat dit nog eventjes voor jullie zien voor het slaapgaan. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik beloof jullie dat ik jullie nooit meer zo lang in de steek zou laten. Maar wil je nou geen video's missen en als eerste op de hoogte zijn van mijn video's? Abonneer dan zeker eventjes op mijn kanaal. Geef eventjes een duimpje aan deze video als je hem natuurlijk leuk vond. En laat in de comments weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie bij mijn nieuwe video.